Stel je voor, je wil volgend weekend lekker een dagje naar het strand. Je zoekt het weer op het internet. Maar bij de ene verwachting staat dat het 23 graden wordt en gaat regenen. En bij de andere staat 28 graden en volop zon. Het kan dus zo zijn dat verschillende weersverwachtingen heel erg van elkaar verschillen. En dat komt mede doordat aan de basis van een weersverwachting weerpluimen liggen van verschillende weerinstituten. Het kan dus voorkomen dat de ene weerpluim iets compleet anders laat zien dan de andere. En dat viel ook Joke Slingeland op. Zij stuurde Weerplaza daarom de vraag: hoe kan het dat verschillende weerpluimen soms zo van elkaar verschillen? Meteoroloog Wilfred Jansen legt het je uit. Om te begrijpen waarom weerpluimen soms zo sterk van elkaar verschillen, moeten we eigenlijk eerst onder de motorkap gaan kijken hoe zo'n weermodel precies werkt. Nou, een weermodel die deelt de atmosfeer op in allemaal kleine hokjes. Op een landkaart ziet dat er ongeveer zo uit. En die hokjes hebben allemaal een grootte van ongeveer 10 bij 10 kilometer. Nou, dat is een gemiddelde voor weermodellen die over heel de wereld rekenen. Nou, de atmosfeer zit niet alleen bij de grond, maar ook hogerop. Dus het zijn als het ware doosjes die dus afmeting hebben van 10 bij 10 kilometer, maar een hoogte van enkele honderden meters. In werkelijkheid is de atmosfeer natuurlijk een hele dunne schil rond de aarde. Maar om het allemaal wat beter zichtbaar te maken, hebben we de hoogte iets overdreven. Nou, in die weercomputer worden al die blokjes, dus doosjes, op elkaar gestapeld. Zowel tegen elkaar aan als bovenop elkaar. En op die manier wordt eigenlijk een virtuele atmosfeer gecreëerd. Al die doosjes zijn hier nog leeg, maar die moeten natuurlijk wel gevuld worden met data. Dat gebeurt onder andere door weerstations, door satellieten. Maar dat kan ook met vliegtuigen of weerballonnen. Nou, uiteindelijk, als al die data is vergaard, dan hebben we eigenlijk een toestand van de atmosfeer zoals die op dat moment is. En vanaf dan kan een computer gaan rekenen. Die beweegt als het ware die atmosfeer vooruit. En dan kunnen we dus eigenlijk bepalen wat het weer in de toekomst mogelijk wordt. Maar die data in die doosjes, ja, die is niet altijd even zeker. Want niet in elk doosje is een weerstation aanwezig of vliegt er een vliegtuig doorheen. Dus die waarden daarin moeten worden geschat. Nou, je kunt je dus voorstellen dat wanneer het begin iets verschilt, dat op langere termijn hele grote gevolgen kan hebben. Je kunt het eigenlijk vergelijken met twee papieren vliegtuigjes. Als je ze vouwt, zijn ze net niet op precies dezelfde manier gevouwen. En ook als je gooit, gooi je nooit op exact dezelfde manier. In het begin zullen die vliegtuigjes grotendeels dezelfde route volgen, maar naarmate de route steeds verder vordert, zullen die vliegtuigjes geleidelijk steeds verder van elkaar gaan afwijken en uiteindelijk zelfs ook op een andere plaats gaan landen. Nou, het ene vliegtuigje kan bijvoorbeeld landen in een gebied waar het regent en een ander vliegtuigje kan landen in een gebied waar de zon schijnt. Nou, zo werkt het met die weerberekeningen dus ook en dat is ook de reden waarom je in de pluim zelf al de waaier steeds groter ziet worden, maar ook dus het verschil tussen twee weerpluimen van twee verschillende weerinstituten. Dus wanneer weermodellen net iets anders rekenen of beginnen met een iets andere virtuele atmosfeer, kan dat compleet andere uitkomsten hebben, wat leidt tot uiteenlopende weersverwachtingen. Een dikke pluim voor deze uitleg. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet wordt die beantwoord in de volgende video.